Afgelopen zaterdag was Johan Voskamp voor het laatst actief in het Sparta-shirt in het oefenduel met Antti Barbari. De 27-jarige Westlander had een clausule in zijn contract staan, waardoor Sparta hem wel naar Slask Wrocław moest laten gaan. Johan heeft wel heel erg getwijfeld, want hij had het gewoon een hele goede eerste indruk hiervan, waar we mee bezig zijn, de weg die we in zijn geslagen. Ja, alleen hij kon een dermate financiële klap maken, dat hij heel graag ging. En wij met Sparta, ja, we hebben niet een topprijs, hè, want je kunt niet onderhandelen over een topscorer. Dat is gewoon heel jammer, hè, want ik weet in het verleden wat topscorers op kunnen leveren. Nou, nu moeten we tevreden zijn met een bedrag wat we niet in onze gedachten hadden, laten we dat heel eerlijk zijn. Maar wat gewoon vast stond op papier en waar je geen kant mee op kon. Nu verlies je wel 30 goals, een ervaren speler. Hoe gaan jullie dat opvangen? Het mag ook duidelijk zijn dat het bedrag wat je krijgt van Johan je absoluut geen spits kunt halen. Hè? Zeker geen 30 doelpunten. Dus dat is ook een handicap. Dus wat dat betreft moeten we heel creatief weer zijn, en dat hebben we de afgelopen tijd ook bewezen om dat te zijn, om weer te kijken of we überhaupt een vervanger willen halen of dat we in de selectie gaan schuiven en misschien op een andere positie een vervanger halen.